Sascha verdiende 2-0 overwinning, maar het begin was moeilijk, hè? Ja, zeker. Ik denk, Beerschot is sterk begonnen, agressief, veel in duels. Hadden we daar een beetje problemen mee gehad. Maar ik denk dat we Alba goed opgevangen hebben en dan ja, op de juiste momenten gescoord hebben. En ja, misschien een beetje gelukkig op voorsprong kwamen. Maar ja, dat is misschien ook een kwaliteit om slecht te spelen en die wedstrijd dan nog te winnen. Maar we zijn nog wat aan het zoeken ook, hè? Verdedigen een beetje aan het zoeken, op middenveld aan het zoeken ook. Ja, we hebben ook nog niet met de type elftal, zou ik maar zeggen, gespeeld. Nog een beetje gemengd, iedereen 45 minuten, zeker nog een beetje zoeken. Het wordt nu snel aan tijd dat we toch die automatisme binnenkrijgen en dat we de volgende wedstrijden toch beter kunnen afwerken. Ja. We hebben wel goede spitsen nu. Hè? Ja, ik zeg, we waren niet goed in de wedstrijd en je scoort twee keer. Dat is een goede teken van dat het vervolg goed zit. En nu moeten we zien dat we de rest ook nog op niveau kunnen krijgen om in de wedstrijd beter te zitten en misschien ook een beetje meer het spel kunnen maken. Ja, en dan zie je die tweede helft. Ja, dan zijn wij constant baas eigenlijk, hè? Ja, ik zeg, er wordt veel gewisseld dan ook bij hun. En dat is een vriendenmatch, dus dat kan gebeuren. En zeker moeten we meenemen dat we opletten dat dat niet gebeurt wat de eerste helft gebeurd is. Dat we gemakkelijk ons laten wegspelen. En de tweede helft was dan inderdaad iets beter.